Nou, dit is de frontlinie bij Mahmur, dat is in Koerdistan. Dat was een gevecht met IS. Ik heb deze film gemaakt omdat ik mensen beter wil informeren over de strijd tegen IS. En wat daar nou eigenlijk echt speelt. Al jarenlang filmt Wiggers in oorlogsgebieden. Zo werkte hij in Libanon, de Oekraïne en Gaza. De afgelopen jaren reisde hij meermalen naar Syrië, Turkije en Irak om daar de strijd tegen IS te filmen. Nou, ik ben oorlogsverslaggeving gaan doen omdat ik een missie heb. En die missie is het vertellen van verhalen van mensen die in een gebied zitten waar ze eigenlijk moeilijk uit kunnen ontsnappen. Ik ben zelf geadopteerd en ik besef heel goed dat ik een tweede kans heb gehad door hier naar Nederland te komen. En ik zou heel graag willen met mijn werk dat ik verhalen kan maken over mensen die niet die kans hebben gekregen. En die wel zijn blijven zitten in een land of in een situatie waar ze niet uit kunnen ontsnappen. Dit zijn de vrouwelijke soldaten, Koerdische soldaten. We hebben in Parijs gezien dat er heel veel zwaar bewapende agenten en militairen de jacht openen op terroristen. Dit zijn meisjes van 16, 17 jaar die zonder kogelvrij vest en vaak hele verroeste Kalashnikovs elke dag vechten tegen ISIS. En een van de bijzondere momenten was ook, ik ben ook met ze meegegaan hun barak in en dan zie je ook allemaal hun teddyweren en allerlei poppen. En 's avonds gaan ze weer op pad en zijn ze sluipschutter en voeren ze de aanval op IS. Wiggers ging de afgelopen periode vooral op pad met Koerdische militairen die tegen IS vechten. Het leverde uiteindelijk 50 uur filmmateriaal op. Ik heb heel veel energie en aandacht in deze documentaire gestopt. Het is ook een beetje mijn babytje. En ik had er nog 2 jaar aan kunnen werken, want die strijd is natuurlijk nog lang niet voorbij. Maar ik denk dat het nu een goed moment is, ook met name de recente ontwikkelingen met de vluchtelingen en de terreurdreiging. Mensen hebben een hoop vragen. En de documentaire moet daar antwoord op geven. Wiggers hoopt vooral ook op meer begrip voor Syrische vluchtelingen. Die vluchtelingen die, zijn eigenlijk net zo bang voor IS als wij. En nu worden ze hier neergezet als IS-aanhangers. En dat is ook iets wat mij wel behoorlijk steekt. Want ik heb gezien hoe moeilijk ze het daar gehad hebben. Zelf woont hij bij zijn ouders in Gorssel, de rustige Achterhoek. Een veilige thuishaven, alhoewel ook dat iedere keer weer wennen is. Je bent wel wat alerter op dingen die eigenlijk niet op zijn plaats zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar deze parkeerplaats, alle auto's zijn in principe wijzen met de neuzen deze kant op, behalve deze auto. En als je dan in Irak en in Syrië bent en je kijkt naar het nummerplaat en je ziet bijvoorbeeld dat dat uit een district komt waar veel IS-strijders zijn, dan gaan toch alle alarmbellen rinkelen. Het is een soort paranoïde dat je meebrengt vanuit daar naar hier. Terwijl ik eigenlijk weet dat hier eigenlijk helemaal niks aan de hand is. Wiggers filmt met gevaar voor eigen leven. De kans op ontvoering is altijd aanwezig. Aan de grens van Turkije werd hij in 2013 opgepakt en hij zat een aantal dagen in de gevangenis. Behalve die herinneringen neemt hij ook altijd iets tastbaars mee. Dit is een stukje van een bomvest. Hier zijn er heel veel van deze kleine dingetjes. En die worden eigenlijk op het moment dat iemand zijn bom laat ontploffen, verspreiden die zich eigenlijk. En het is zo dat, hij is vrij licht, maar als er 1000 of 10.000 van die stukjes zijn, dan zijn ze dodelijk. Wiggers kent de harde strategie van IS. De aanslagen in Parijs verrasten hem dan ook niet. Ja, mijn eerste instinct was wel, ga naar Parijs. Ga kijken wat daar nou eigenlijk gebeurt. Maar ik denk dat het interessanter is om vooral te kijken naar die nasleep en te kijken waar een volgende aanslag misschien plaats zal vinden. De voorbereidingen om terug te gaan naar Syrië zijn ook in volle gang. Een vervolg op de documentaire ligt in het verschiet.